Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik heb vroeger meegeholpen met het Superbus-project. En vanuit daar ben ik doorgerold in de zonnepanelen. Ja, heel veel in vrije tijd gaan experimenteren ermee. Mensen erbij gezocht en gaan groeien. We doen alles met gebogen zonnepanelen erin. We laten zien dat zonnepanelen ook op een mooie manier geïntegreerd kunnen worden. Wij waren de eerste die slimme lantaarnpalen maakten. We zijn allemaal met internet verbonden. Het is een toekomstvisie dat we zeggen, je wilt dat meer naar een open platform toe. In de vorm van een soort Raspberry Pi. Mensen hebben heel veel verbeeldingen. Met zo'n platform willen we de mogelijkheid geven om daar onze paal voor te kunnen gebruiken. Het is heel mooi dat je van een idee wat je hebt, dat je daar een echt product van kan maken, wat je vervolgens in het publieke domein kan zien. Een onderneming bestaat uit uitdagingen. Het is niet makkelijk, maar ik hou van de uitdagingen, ik hou van de spanning. Ik vind het heerlijk.